Ja, we moeten het even hebben over al die talkshows op tv, vrienden. Ja, bij die NPO en die RTL. Want dat wordt eigenlijk met de dag, en het is al een paar weken bezig, met de dag wordt het erger. Ja, dat zijn ze alleen nog maar, het kabinet en alles wat een beetje rechts zit in de politiek aan het afzeiken. Het is weer een ergernis. Ja, en lachwekkend. Ook nog eens een keer. Nou, goeiedag zeg. Ik heb even een lijstje gemaakt. Ja, hier. Daar komt ie. Ja, ik heb het moeten opschrijven. Er zitten er zoveel in die... Kijk, het is een secte. In Hilversum. Het is een secte geworden. Ja, deugneuzen secte. En die hebben zich verzameld. En die geven aan elkaar door statements de hele tijd af van... Ik hoor er ook nog bij. Ja, ik ben nog trouw aan de leer, zou ik maar zeggen. Hè? Ik hoor nog bij die secte. En die zitten alleen nog maar politiek correcte verhaaltjes te vertellen. En deugneuzen gezwets. Dat is het. En dat doen ze met z'n allen bij die NPO en RTL en heel trouw. En dan noem ik maar, ik begin maar gelijk, want anders vergeet ik hem. Bijvoorbeeld met achter de ellebogen 12 huis van Buitenhof. Ja, ook wel zo verschrikkelijk in orde, onze 12 huis. En al die mensen van Nieuwsuur. Die willen ook altijd laten weten. Ja, ik hoor ook bij de deugneuze secte. Ja, jongens, we hebben het gezien. En die Elodie, die duikt in steeds op. Die Elodie verwijven van het AD. Weet je nog? Met die geweldige primeur van die Hans Hogevors. Ja, die zou premier worden. Grootste blunder ever. Ever. In plaats dat mensen gaan emigreren, gaat zij iedereen de maat nemen. En wat denk je van die Floor Bremer? Die Floor, ongelooflijk. Ja, die zit daar gewoon gecamoufleerd. Als een Kamerlid van D66 zit ze de journalist uit te hangen. Dat kan toch allemaal niet, vrienden. En dat gaat maar door. En dat wauwelt maar verder. Ik weet ook wel dat PVV-ministers soms een beetje blunderen. En daar mag je ook best wel een beetje kritiek op hebben. Maar zoals zij het aanpakken, deze deugneuze secte. Die blijven maar doorgaan. Als een heipaal blijven ze daar maar op rammen. En maar vervelen de hele tijd. Wat denk je van Eva Jinek? Ja, ook zo eentje. Moet toch altijd weer een sneer uitdelen. En die Renze, ook zo een. Ook altijd bezig. Ja, ik hoor er ook bij. Ja, Renze, jij hoort er ook bij. Jeroen Pauw. Ja, waarvan ik denk, nou, onafhankelijke geest. Nee, die loopt ook met een lichtkrant op zijn voorhoofd. Ja, ik ben politiek correct. Zien jullie het wel? Ja, we zien het, Jeroen. Je bent politiek correct. Geweldig. En dan die Sophie van die Barlaat. Ook zo een. Die moeten ze na afloop van de uitzending elke keer uitleggen waar het over gegaan is. Ja, en die zit dan met zo'n hele tafel. Zitten ze, en dat is dan de allergrootste ergernis. Dat ze dan superieur gaan zitten gniffelen. Met vol dédain. Superieur gegniffel. Is niet te harde. Waar waren zij toen D66 zat te falen in het kabinet de afgelopen jaren? Waar waren ze toen dan? He? Toen hebben we toch heel weinig gegniffel gehoord. En nu wel. Dag in, dag uit zijn ze bezig. En wat denk je bijvoorbeeld van zo eentje als Umberto? Umberto! Die is ook al, die zit ook maar de hele tijd maar te deugneuzen. Ja, die wil volgens mij in de leiding komen van de secte. Zo erg is het. Nou, dat was het lijstje dan, hè? Ja, dit is, vrienden, ja. En nou vragen jullie natuurlijk af, de ergernis was daar. Maar wat is er zo lachwekkend aan? Weet je wat hier lachwekkend aan is? Dat zij denken dat ze met deze aanpak de hele publieke opinie kunnen bespelen. Ha! Dat is zo lachwekkend.